Dit is een goede dag. Ach, jongens. Moet je nou eens kijken, hé. De zon. Dat heeft even geduurd, maar hij is er. Goedemorgen. Niet met pantoffels uitlachen. Ze zitten heel lekker. Hey, zonnetje schijnt. Vandaag doen we het zonnepillilletje op. Zonnepillilletje. Zonnepillilletje. Ik ga een zonnepillilletje. Goed. Joe. ...50.000 mensen lopen hier rond over die beurs. Er is maar één mafklapper die met zijn zonnebril en een gekke bek naar binnen loopt en zichzelf filmt. Aangenaam. Gisteren nam ik jullie mee over de beurs om net als ikzelf een goede indruk te krijgen van alles wat hier te vinden is. Gewoon een beetje random rondkijken. Maar vandaag gaan we op zoek naar wat meer specifieke producten. Het enige probleem is alleen dat ik nu in de Westhal ben. En de Westhal is deze jongen hier. Maar ik moet naar de centrale hal. Die centrale hal is helemaal hier. En dat is ongeveer 15 tot 20 minuten lopen. En met ongeveer gemiddeld 18 kilometer in de beentjes moet ik gewoon zeggen dat ik gewoon zin heb om even goed vervoer te gebruiken. En met goed vervoer bedoel ik ook echt goed vervoer. Nou jongens, tijd om eens even serieus over technologie te gaan praten. Want de CES is natuurlijk de beurs voor technologie en innovatie. Bedrijven laten dan ook heel veel innovatie zien op deze beurs. En de een doet dat door realistische en toekomstige producten te laten zien, waar de ander een beetje speelt met de verbeelding en producten toont die we waarschijnlijk toch nooit gaan krijgen. Gelukkig gaan we het over die laatste categorie iets later hebben en gaan we vandaag vooral richten op de toffe producten die hier in Las Vegas te zien zijn. Dus eigenlijk gewoon mijn persoonlijke 5 beste gadgets van CES 2023. Al is dat wel een beetje lastig, want je maakt een verdeling en je doet allemaal dingen. Het zijn niet mijn Maak het weer moeilijk voor jezelf. Ik laat gewoon 5 toffe producten van CES 2023 zien. Nou, hoe moeilijk was dat? AR, ook wel bekend als Augmented Reality, is de toekomst. Dat zegt ome Mark van Meta en dat zegt ome Tim van Apple. Of dat nu daadwerkelijk zo is omdat zij het zeggen, weet ik niet. Maar op CES 2023 is te zien dat heel veel bedrijven het vrij serieus nemen wat ze zeggen. Want AR en VR is overal. Maar goed, laten we eerlijk zijn, doorgaans zijn het gewoon hele grote lompe brillen die er niet mooi uitzien en waardoor je niks meer van je omgeving ziet. Wat dat betreft ben ik best wel blij dat TCL met zijn Ray Neo X2, lekker naampje, moet ik heel eerlijk zeggen, toch eventjes iets anders aanpakt. Want dit komt gewoon meer in de buurt van het echte werk, maar ook weer niet. Consumenten kunnen er niet mee aan de slag gaan, maar ontwikkelaars krijgen dit jaar de mogelijkheid om de Ray Neo X2 te gaan gebruiken. En dat doen ze natuurlijk om AR en VR technologie te ontwikkelen. En dat is best wel een goed ding, want dat betekent eigenlijk gewoon dat de technologie steeds serieuzer genomen wordt en dat het steeds beter wordt en dus de toekomst hier is. Want dames en heren, de toekomst is vandaag. Goed, de ontwikkelaars krijgen dus toegang tot de bril om de software te maken. En wat mij betreft is het dan vervolgens aan TCL om de bril iets subtieler te maken. Want jongens, dit ding is echt huge. Het zal weinig mensen deze week ontgaan zijn dat BMW een auto op de CES 2023 heeft laten zien die, jawel, van kleur kan veranderen. Hier raak ik lekker op. Het gaat om de iVision D, die ik vandaag met eigen ogen heb mogen bewonderen. En eerlijk is eerlijk, het was echt heel vet. Ook al ging het om een conceptcar en ook al ging het om een demoversie, het was echt heel vet om te zien waar BMW met deze technologie staat. Want nieuw
Dat is die niet. Vorig jaar toonde het automerk namelijk al de iX Flow. Ook een conceptauto met dezelfde e-ink technologie. Alleen toen kon de auto alleen nog maar in de kleuren zwart, wit en grijs gemaakt worden. En nu doet het bedrijf er een schepje bovenop en ondersteunt de auto maar liefst 32 kleuren. Televisies. Er zijn modellen die kunnen rollen, er zijn modellen die kunnen vouwen en er zijn modellen waar je met de kijkdoppers dwars doorheen kunt spieken. En nieuw is die technologie niet, maar LG doet wel een poging om het aan te laten slaan. En eerlijk is eerlijk, de OLED-T is een imposant stukje tech. Talloze bedrijven hebben het al geprobeerd, maar ik moet echt wel bekennen dat LG een hele toffe variant van de doorzichtige televisie vandaag heeft laten zien. Hoewel we er eigenlijk nog niet heel veel over weten, wanneer die gaat verschijnen, hoeveel die gaat kosten, heb ik hem vandaag wel kunnen zien. En zodra zijn binnenkantje prijsgegeven wordt, is de beeldkwaliteit wel echt fantastisch. Kijk, en ik snap echt wel dat jij je vraagtekens hebt over deze televisie, want als die aan de muur hangt, waarom moet die dan doorzichtig zijn? Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je deze televisie gebruikt in een kamer waar er nog veel ruimte achter de televisie is. Een klein stukje decoratie, om het zo even te noemen. Al met al, heel tof stukje hardware. Maar de kans groot is dat je de kleurveranderende auto van BMW deze week al voorbij hebt zien komen. Is de kans ook vrij groot dat je de televisie van Displays hebt gezien. Dat is niet heel gek, want tijdens CES 2023 krijgt dit ding een aandacht waar je eng van wordt. Maar terecht is het wat mij betreft wel. Dit is namelijk één van de twee televisies op deze beurs die volledig draadloos zijn. Gewoon geen aansluitingen, geen krachtbron. Ja, wel een krachtbron, maar niet met een draadje of een kabel. Gewoon een scherm aan je muur en that's it. Deze slimme televisie weegt minder dan 10 kilo, is op elk oppervlak op te hangen omdat die vacuüm trekt, is voorzien van 4 imposante batterijen waardoor die bijvoorbeeld 30 dagen lang op standby kan staan en heeft een scherm van 55 inch. En om daadwerkelijk content te kunnen kijken heb je wel wifi 6 of wifi 7 nodig, toekomstmuziek, maar wel heel erg vet. Net als de ingebouwde camera met gezichtsherkenning, zodat je bijvoorbeeld kan instellen dat alleen jij de televisie aan mag zetten. Voorkomt heel veel ruzie thuis. Of nee, dit wordt alleen maar meer gezeik. Maar maakt niet uit. En je hebt ook geen afstandsbediening meer nodig, want jij bent de afstandsbediening door middel van gebaren. Ik vind het fantastisch. Als je al de hele week mijn avonturen in Las Vegas volgt, dan weet je dat ik op dag 2 een imposante laptop heb gezien. De ProArt StudioBook van Asus. Een laptop met een 3D-scherm waar je geen speciale bril voor nodig hebt. Dat komt namelijk omdat deze laptop voorzien is van camera's die je ogen traceren, zodat het beeld altijd perfect voor jou wordt ingesteld. En daardoor krijg je eigenlijk een hele unieke ervaring. En nee, jij en ik gaan deze waarschijnlijk niet kopen. Het is echt een niche product bedoeld voor grafische artiesten of kunstenaars of vormgevers die met 3D werken. En het mooie daarvan is, vind ik zelf, dat zij ook nog door een speciale pen te gebruiken in real time die animaties aan kunnen passen. Dus ze zien gelijk wat het resultaat in 3D kan zijn of is. Het kan zijn en het is. Nou, en wil je nou meer weten over die laptop? Check dan even de video die we maakten op dag 2 van CES 2023. Kan je gewoon rustig eventjes genieten. Het leven is een feest, jongens. Maar dit feest is eindelijk afgelopen. Markie gaat naar bed. Ja, niet geheel volgens planning, maar we zijn naar het oude gedeelte van Las Vegas gegaan. Hey, jongens, kijk eens.